Mijn beste vrienden Paramaribo groeten met een grondtap Biggie Brassa straight from the heart. Wie spede? Tikka Brassa. Rustig. Rustig. Ik wil het met u hebben over ons Suriname. En ons Suriname is al een gigantische tijd in een gevaarlijk probleem. Alleen we zien het niet. We noemen alleen die kleine dingetjes, weet je wel. Dan is een pakje sneeuw is daar gevonden, nog een pakje is daar gevonden. Hongkong vindt een container. Antwerpen vindt een container. Spanje vinden ze een container. Man, dat ding leek op een soort luciferdoosjes. Die omgaan over de hele wereld. Maar beste vrienden, er is veel meer aan de hand in Suriname. Oké? Okay? Veel meer! Laat me u zeggen. Suriname heeft de controle over praktisch alle instituties verloren. En dat hebben ze al een hele tijd verloren. En wat er gebeurt is dat al die instituties zich opdelen in kleine eenheden en die eenheden op zichzelf die werken op een zelfstandige manier en af en toe botsen ze met elkaar, dan hoort u, hé, er is iets heel raars gebeurd. Beste vrienden, het is niet raar. Het is een kwestie van optellen van die ellende en dan komt u erachter dat onze instituties compleet verrot zijn. En man, een van de geweldige instituties van het land, dat moet toch de rechterlijke macht zijn. Ja, ja, die rechterlijke macht. Maar die rechterlijke macht heeft onlangs een strafhoek gelezen voor die mensen die gediefd hebben bij de Centrale Bank van Suriname, toch? Maar waarom eigenlijk zijn twee directeuren niet onderzocht, terwijl ze wel volledig op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van de hele bank en datgene wat er gebeurde met Hoefdraad, met Van Terug, met Housel, met. Dus die twee mannen, het waren twee Hindoestaanse broeders van mij, die zijn gewoon vrij uitgegaan. Ze zijn met ontslag gestuurd. En daarna is het opgehouden. Maar er is daar iets, hè? Er is dat, nog iets anders, nog iets anders. Luister. Zo'n geweldige bank, toch? Die zou moeten uitblinken als een geweldig instituut waarbij de controle controle super is, het mechanisme fantastisch is. En al die controle, die zit voor een gigantisch groot deel bij de president, commissaris van zo'n bedrijf, van de Centrale Bank van Suriname. Of niet? Nu is die goede man die overal van weet. Dus de president-commissaris van de Centrale Bank van Suriname, dat is meneer Vijay Kirpalani. Die man die constant in het gevecht zit met die Dokse Club en al dat soort dingen. En meneer Vijay Kirpalani is vrij uitgegaan. Dus die man is niet onderzocht. Terwijl, als jij de verantwoordelijke bent voor het reilen en zeilen van dat ding, want dit. De governor, de president van de bank, kan eigenlijk niks doen als de goedkeuring van de president-commissaris van deze instelling negatief is. Als de president-commissaris zegt van nee, luister, nee, dat gaat niet, dan komt de governor in een gigantisch probleem. Terwijl deze ellende zich afspeelt van Boefie naar Van Tricht, had deze Vijay Kirpalani als president-commissaris van de Centrale Bank van Suriname die ellende moeten melden. En als je het niet meldt, ben je strafbaar. Dat hij
Daarvoor hoef je niet naar de rechter te gaan. Als je het niet meldt, dan verzwijg je informatie, in dit geval informatie die de staat Suriname miljarden heeft gekost. Informatie die nu maakt dat aantal mensen zijn opgesloten en ze hebben een straf gekregen, die koekjes verdeeld en jij blijft vrij uit. Maar hoe kan Vijay Kirpalani vrij uitgaan? Dat wil ik nog graag weten. Is het omdat hij Vijay Kirpalani heet? Is het omdat we hier sprake hebben van een hooggeplaatste, bijzondere koeliman? Wat is dat ding? Wat is dat ding? Daarom zeg ik tegen u, al die instituties van ons zijn uitgehold. En mensen, eigenlijk heeft de leiding van het land, om het grof te zeggen, scheid aan de samenleving. Die samenleving wordt gezien als dom, onmondig. Nu is het zo dat maar 5% van de Surinaamse samenleving hoger is opgeleid. Maar ze kunnen echt wel begrijpen hoor, dat als de baas iets doet, zijn baas ook verantwoordelijk is voor wat die baas heeft gedaan. Beste vrienden, het laatste woord hierover is nog niet gezegd. Ik zeg u, het laatste woord hierover is nog niet gezegd. Want wat is nu het verschil met vroeger en nu? Stemmen uit die samenleving gaan op en ze willen weten. Dus je kan het niet meer verschuilen in geweldige cijfers en allerlei moeilijke taal. Want moeilijk doen dat... Kijk. Wanneer je niet wil dat mensen je begrijpen, dan moet je moeilijk doen. Maar je kan niet moeilijk doen, want elke moeilijkheid kunnen we terugbrengen naar eenvoud. Beste vrienden, wij handelen in eenvoud. Dat is dat ding. Laat dus niemand u komen op voor de gek houden met moeilijke termen en zo. Vraag altijd, wat bedoel je? Kunt u het uitleggen? En op dat moment komen ze in de problemen, want ze moeten blootleggen wat ze in moeilijke termen proberen te verbergen. Beste vrienden, we zijn nog niet klaar. Onthoud één ding en weet het, onze instituties zijn allemaal verrot. En het voorbeeld wordt gegeven door de president van Suriname die begonnen is met friends en family politiek. Samen met de VP die hetzelfde heeft gedaan. Daar is die ellende mee verder gegaan. Want die ellende was er al. Oké? Nu staan we op het punt waarbij we zeggen, er moet een totale verandering komen in Suriname. Een totale verandering. En daar ga ik in de komende tijd ga ik daar met u mee aan de slag. Voor nu zeg ik, Paramaribo groet u met een grota biggie brassa street van de haat. Blijf denken, blijf scherper denken. No make no one's machayu edegwe Suriname. Unite. If you don't unite, you're gonna lose the fight. We bar you.